Gewoon een keer goed zwinder de beet, jongen. Ik heb 2 pintjes gepakt, dan moet ik zelfs niet meer weer een keer. Gewesting, nee. Geef dat kerst een boksel afval. Oh, ben blij, nee. Dat is wel goed, nee. Storm, maar wie heeft ooit bedacht dat we die stormen tegenwoordig allemaal namen geven? Ik vind het zo gek, want Henk vind ik een hele sympathieke naam. Vorige week hadden we Gerrit. Gerrit heeft de hel van Engeland weggeslagen. Maar Gerrit klinkt heel aardig. Ik kap daarmee, dat kan helemaal niet. Ja. Ook Henk, mijn hele tuin is een ravage door Henk. Maar dat klopt niet. Je bent toch lekker ook dat je iemand de schuld kan geven? Henk. Dat je kan zeggen, ja, dit is Henk. Prima als we namen hebben, maar het moeten gewoon geen sympathieke namen zijn. Maar het is juist, het is ooit in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er meer bewustzijn komt. Voor dus dat je niet wegwuift als een stormpje. Niet wegwuift als mooi, een stormpje. Hè? Ja, mooi, hè? Maar dat het gewoon... Dat ons er doorheen wil slepen, we hebben je nodig. Want we hebben nu geen gasten meer. In het huis, wel mensen buiten. Dus ben je een carnavalsvereniging? Ben je een dweilorkest? Kun je vuur spuwen? Kun je... Maakt niet uit. Kun je sfeer maken hier buiten? Om ons een beetje een hart onder de riem te steken. Mail dan even rob@3fm.nl of stuur me een DM. Of kom gewoon langs. Vind ik ook prima. Het is gewoon in Amersfoort. Op de Oliemolenhof. De nieuwe stad. Het zou ons er fantastisch doorheen helpen. En we gaan er een fantastisch mooie week van maken. Wij gaan niet stoppen. Behalve als we heel ziek worden. Maar dat is niet zo. Want ik voel me echt een klein hoesje. Heb je hem? Klein hoesje. Maar het mag de pret absoluut niet drukken. Maar ik wil gewoon niet dat hier allemaal mensen komen die dan met kerst weer hun oma aansteken. Dus dat... Noordin doet altijd dit. Kijk, 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 kijk. Kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk. Dit is toch niet normaal? Dat we echt proberen te knallen en iemand die me erbij gaat helpen. Hey, de borrelhapjes. Dit is waar. Eerste hap. Ik heb trouwens zo'n eiwitten menu ding. Eiwittenhoog! Gekozen. Lieve Belgen, ik weet dat jullie in het Vlaams of Belgisch-Nederlands andere woorden gebruiken dan wij. Maar ik zit net een verpakking yoghurt te bekijken hier in Nederland.